Hoi, ik ben gewoon Robertus en in deze video ga ik vertellen hoe ik naar de wereld kijk en wat ik denk van de huidige ontwikkelingen die we kunnen zien en hoe ik het verloop inschat van het hele proces waarin wij momenteel zitten met z'n allen. Geloof mij niet, kom zelf in actie. En je kunt op vele manieren in actie komen. Ik ga deze video, meestal weet ik dat pas achteraf, maar nu heb ik er vooraf al over nagedacht. Ik ga deze video Witte Vlag noemen. En dat is een beetje een vervolg op wat ik gisteren zei, dat ik op oorlogspad ben. En dat is nog steeds wel zo. Alleen ja, wie is de vijand? Dat kun je afvragen. En dat kun je sowieso afvragen als je naar de kanalen kijkt. Kijk, ik heb gisteren, heb ik natuurlijk verteld dat ik gereageerd heb op iemand die mij vanuit het niets, zonder dat ze me kende, had afgebrand, zeg maar. Nou, het gaf al aan dat ik een wat primaire reactie had, dat ik niet zo'n zin had in al te veel nuance en hé, waar komt dat nou vandaan en wat vind je dan en hoe komt het dan? Maar dat ik gewoon ja, primair heb gereageerd. Overigens nog helemaal niet, volgens mij, met bewoordingen die ik ook had kunnen gebruiken, waarbij iemand gewoon helemaal afbrandt. Maar nou ja, ik heb gewoon wel even een pittige reactie gegeven, wat ik al zei, van ja, je hoeft je niet alles te laten vertellen. Nou, wat er vervolgens gebeurt, ik heb heel veel lieve telefoontjes gekregen, berichten gekregen, mensen die het wel snappen, mensen die zeggen, ja, zo denk ik er ook over. Mensen die ook zeggen van, nou, ik ben blij dat jij je eindelijk uitspreekt. Ja, dat zegt dan ook weer hoe ik het tot nu toe heb gedaan, zeg maar. Maar goed, het gaat er natuurlijk om, ik ben vooral blij dat ik een pad in ben gegaan. Waarbij ik denk, ja, weet je, we hebben niks aan slachtoffergedrag. En we hebben er ook niks aan als we elkaar maar ongebreideld om de oren slaan met allerlei oordelen en veroordelingen. En af en toe geef je dan een cent terug. Nou, om eventjes aan te geven, degene om wie het gaat, die heb ik inmiddels, ik weet inmiddels wie het is. En ik heb even een privéberichtje gestuurd. En dat gaat jullie verder natuurlijk helemaal niks aan. Hè, maar ja, om aan te geven, op een gegeven moment moet je ook zeggen, nou oké, jij vindt wat, ik heb gereageerd. Wat mij betreft is de lucht, de kou uit de lucht. En door. Ja, maar goed, dan zijn er allerlei mensen die daar gewoon toch lekker op doorgaan. Ik weet niet wat het is. We kunnen ons met heel veel dingen bezighouden. We kunnen ons met heel veel belangrijke dingen, daar kunnen we ons zorgen over maken. Daar kunnen we ons tegen verweren. Daar kunnen we tegen in verzet komen. Ja, maar even een fitty, zeg maar, tussen mij en iemand anders. Ja, dat wordt dan aangegrepen en ja, de een gooit nog meer olie op het vuur dan de ander. En nou, weet je, als je dat wilt doen, dan moet je dat gewoon doen. He, maar inmiddels, ja, weet je, dan gaan dus anderen. Kijk, deze fitty die is, wat mij betreft, is wel uit de lucht. He, iemand zegt iets, je geeft eens even een duw en dan denk je, nou oké, okay, dat hebben we dan tegen elkaar gezegd. He, zullen we nu doorgaan met de dingen waarvoor we er eigenlijk zijn? En waarvoor we ons ja, dan toch uiteindelijk met z'n allen in deze strijd verenigen. He, dus, maar goed, dan zijn er allerlei andere mensen die echt stoten onder de gordel gaan geven. En nou zou ik daar natuurlijk weer op kunnen reageren, maar dat ga ik niet doen. Want weet je, ik vind het vooral nog zielig ook voor zo'n kanaaleigenaar. Kijk, als ik het voor iemand zielig vind, dan is het dat die opeens een hele hoop gezeik over zich heen krijgt. En nou goed, weet je, daar ga ik ook niet te veel verder over zeggen. Maar dan behalve, hè, ik zeg al, stoten onder gordel. Opeens, en dat lijkt het toverwoord, hè, als je het op argumenten niet kan winnen, als je het met de inhoud niet kan winnen, zeggen ze opeens, het vrouwtje Robertus. Hè, nou zou ik opeens het vrouwtje zijn. Nou, voor degene die het zegt, je zal hem onder je neus hebben hangen. Dan moet je kijken hoeveel belangstelling je zou trekken. Ja, nou, dat even klaar. Ik heb er gewoon geen zin in. Ja, weet je, kijk, Witte Vlag. Nou, je hoort het al een beetje. Het is dus niet zo dat ik de witte vlag ga hijsen, omdat ik dan toevallig op oorlogspad ben. Omdat ik een keer een zet heb gegeven. Maar ik heb niemands hoofd eraf gehad, hoor. Als ik dat zou willen, had ik wel heel anders gereageerd. Hè, maar, dus ik ga niet de witte vlag hijsen. Waar wij volgens mij met z'n allen van overtuigd moeten zijn, is dat wij moeten zorgen dat onze vijand de witte vlag gaat hijsen, zeg maar. En wij moeten gewoon afdwingen dat ze stoppen met die onzin, dat we niet gecoördineerd worden, dat we gewoon geen, dat we niet accepteren, hè, de wet en regelgeving die nu over ons uitgestort wordt en die heel snel gaat. Hè, dus ja, niet iedereen heeft dat in de gaten, blijkbaar, of nog steeds heel veel mensen denken, nou, dat zal wel meevallen, dat is ver van mijn bed, wat ik al zei. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. En prijs je ook niet te snel rijk.
Ik had het gisteren even over Juri Platen. En nou ja, dan moet je de video van gisteren maar kijken wat ik erover gezegd heb. Maar wat ik. Juri, die doet echt goed werk, vind ik. Maar die zei dan gisteren: ja, nou komt er een stuk in de Telegraaf. En nu begint het, want nu. Ja, en dan zie ik vanmorgen dat stuk in de Telegraaf, waarin Juri gewoon eigenlijk helemaal afgebrand wordt, voor gek wordt gezet en dat soort dingen. En dan denk ik eigenlijk, en waar zijn wij dan met onze grote mond? Wij moeten toch die hele Telegraaf platbellen. We moeten toch zeggen dat we dat niet pikken. We moeten zeggen dat ze leugens verspreiden. We moeten zeggen dat ze geen journalistiek plegen, omdat ze niet hoor en wederhoor toepassen. Maar dat. Wij dus een van, laat ik toch even zeggen, onze mensen, hè, wat je nou ook van elkaar vindt, maar er wordt gewoon goed werk gedaan. En wij moeten toch die Telegraaf nou laten weten, wat gewoon niet pikken, dat een van onze mensen zo wordt aangepakt met leugens, met bedrog, met beledigingen, bij wijze van spreken. Kijk, dan zijn we denk ik goed bezig. En ja, dit is dan iets kleins. Kijk, als we plat gebombardeerd worden, hè, door de elite, zeg maar, hou Hawaï even in je achterhoofd. En het is echt niet zo dat ik angst verspreid, maar wat nou als dat een generale repetitie is voor alle andere plekken, hè, waar ze zogenaamde 15 minuten smart cities willen bouwen, waar Nederland er zeker één van is. Wat nou als dat, zeg maar, een generale repetitie daarvoor is? Wij moeten dit toch niet accepteren. Wij moeten, wat ik al zei, wij moeten eisen dat zij de witte vlag hijsen. En ja, dat kunnen we dus, ik zeg al, door iets relatief klein te doen. Door die hele Telegraaf nu plat te bellen. Door te zorgen dat die hele site uit de lucht gaat. Door een rectificatie te eisen. Door desnoods met z'n allen een pagina grote advertentie te kopen. Waarin we een tegengeluid laten horen. Ja, dat gaan ze natuurlijk niet plaatsen. Ik ben ook niet gek. Hè, maar dat kun je wel doen. En dan kun je ook wel, hè, zeggen van kijk, dit hebben wij aangevraagd. We wilden ervoor betalen. De Telegraaf plaatst dat niet eens. Kijk, dan kunnen we dat weer openbaar maken. We kunnen zoveel meer doen. Hè. Ik zei al, als ze ons plat bombarderen, daar kun je niet zo heel erg veel tegen doen. Ik denk alleen dat wij moeten voorkomen dat het zover komt. En dat kan. Ik kan nu een verhaal ophangen, hè, waarbij heel duidelijk is dat we al verloren hebben. Dat we wel in een hoekje kunnen gaan zitten wegkwijnen. Dan kunnen we bij wijze van spreken wel al in ons graf gaan liggen, zeg maar, als het aan hun ligt. Hè, dat kan ook. Maar ik kan ook zeggen, het kan ook echt anders. Alleen dat gaat niet vanzelf. Daar moeten wij voor in actie komen. En dan moeten wij niet in actie komen door elkaar met onzin om de oren te slaan. En elkaar te gaan aanvallen. En oké, er zijn misschien wel eens woorden. Weet je, maar dan is het eruit en dan kun je weer door met elkaar. Dat zouden wij moeten doen. En ik begin er dus ontzettend van te balen dat er steeds meer mensen. Ja, in mensen vinden de slachtofferrol gewoon van. Ah, ik kan het niet. Ah, hij heeft dat tegen me gezegd. Ah, houd toch op met je gejank. Dat is eigenlijk wat ik maar wil zeggen. Dus nogmaals, even een hele korte video, want volgens mij is de boodschap wel duidelijk. Nogmaals, de video heet Witte Vlag. Niet omdat wij, zeg maar, met z'n allen de witte vlag gaan hijsen en ons hoofd laten hangen. Nee, omdat wij gaan eisen dat de anderen, zeg maar, dat onze vijanden, dat wij gaan eisen dat zij de witte vlag hijsen. Moeten hijsen. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, goedschiks of kwaadschiks. Nou, ik ga je voor nu. Ga ik je bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze video. En heel graag tot ooit in een andere video bij gewoon Robertus.